Het is de eerste wedstrijd van Peter Hyballa weer terug als trainer van NAC Breda. En hij kan al in de 11e minuut gaan staan, gaan juichen voor een treffer van Herman. Hij die vorige week in de wedstrijd tegen Topos na 8 seconden al de openingstreffer aantekende. Nu doet hij er iets langer over. Maar niemand zal hem dat euvel duiden, want de 1-0 weet hij binnen te werken. Vroege voorsprong voor NAC, dat in verdedigend opzicht nog wel wat steekjes liet vallen. Er waren zeker kansen voor Jong AZ. Dit is na een minuut spelen in de tweede helft. Dan is er de overtreding van Luc Posma. De Belgische scheidsrechter vindt dit een overtreding die bestraft moet worden met een strafschop en geel. En Villanos weet daar wel raad mee en scoort de 2-0. Weinig kans, blijft goed kijken Villanos. En de treffer is voor hem. Dan weer een aanval over de linkerkant. En daar komt de man die net geel kreeg omdat hij een strafschop veroorzaakte. Luc Posma. En dat betekent zijn tweede gele kaart. En rood dus voor de centrumverdediger van Jong AZ. Voorsprong van NAC en ook nog een man meer op het veld. Omdat dit met tweede geel wordt bestraft. Posma richting de kleedkamers. En NAC richting een grote overwinning. Want er wordt geweldig af en toe samengespeeld. Wel, nogmaals verdedigend is het niet allemaal even geweldig wat ze laten zien. Dit wel aanvallend gezien. Velanas met zijn tweede. En dan staat het 3-0. Hier een lastig schot. Nog wel gekeerd door Owusu Odoru. En dan komt de bal nog een keer voor. En is het geweldig ingekopt van Banzuzi. Hij net in de ploeg. Wellicht enigszins gefrustreerd vanwege wat weinig speelminuten naar zijn idee. Maar hier kopt hij hem prachtig binnen en zorgt voor de 4-0. Dan is dit Victor Wernersson met zijn eerste speelminuten en zijn eerste assist op het hoofd van Velanas. Die zijn derde treffer van de avond aantekent. En voor een schitterende 5-0 zorgt. En dan zijn ze het al aan het vieren, de overwinning. De mensen op de tribunes mogen dat. De spelers op het veld en dat met name een aantal verdedigers mogen dat niet. Want die onachtzaamheid zorgt ervoor dat Roy Kortsmit baalt dat hij niet een clean sheet weet te veroveren in deze wedstrijd. Want de tegentreffer van Jure van Aken is er. Maar het mag de uiteindelijke pret eigenlijk niet drukken. Want NAC wint met 5-1. En dus is Peter Hyballa als een kind zo blij.